Nationale Molendag. Opening Vincentiushuis. Achterhoeks op Luchtmuseum. Beste kijkers, welkom bij het regiojournaal van deze week. Op zaterdag 14 mei was het Nationale Molendag. In heel Nederland stonden de deuren van veel molens weer open. Vrijwillige molenaars lieten de draaiende molen van binnen en buiten zien en vertelden over het ambacht van de molenaar. Ook Molen Bataaf in Winterswijk opende haar deuren. Het uiterlijk van deze molen is al onbekend. Deze molendag was nu een mooie gelegenheid voor de bezoekers om zich door de indrukwekkende binnenkant te laten verrassen. In de molenbelt was bovendien een tentoonstelling over de Scholtenboeren, die de geschiedenis van de molen duidelijk maakte. In 2020 werd de gemeente Winterswijk uitgeroepen tot de beste kleine fietsgemeente van Nederland. De gemeente mocht toen een zangfietspadbord in ontvangst nemen. Dit bord werd zaterdag nabij de Molen Bataaf geplaatst. Men mag hier dus voortaan ongegeneerd uit volle borst zingen. Het Wolds Mansleukkoor was de gast om de opening van dit pad op te luisteren. Zal mijn hart de brieven schoon, voor mijn benters dat is zeker, zal mijn hart de brieven schoon. In de eerste week van mei werd in Winterswijk de eerste muurschildering uit de serie Winterswijkse Helden onthuld. Deze muurschildering in de Torenstraat werd aangebracht ter ere van Helena Theodora Kuipers Rietberg, beter bekend als Tante Riek, een bekend verzetsheld. Dankzij haar inspanningen hebben veel Joodse mensen en bemanningen van geallieerde vliegtuigen kunnen onderduiken, waardoor hun leven werd gered. In het herdenkingsjaar 1572, geboortejaar van Nederland, worden 5 helden van Winterswijk geëerd. Zo komen er nog muurschilderingen van Gerrit Komrij, Piet Mondriaan, Freule van Dort en Jan Willink. Personen die allemaal een belangrijke plaats in Winterswijk hebben ingenomen. Zij hebben op eigen wijze uiting gegeven aan hun drang naar verbondenheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en vrijheid. De muurschilderingen worden allemaal gemaakt door kunstenaar Paul Wiegers. Afgelopen dinsdag werd aan de Ruurloosseweg in Groenlo het nieuwe Vincentiushuis geopend. In 2021 verhuisde de Vincentiusvereniging naar dit pand, waar menig vrijwilliger hard werkte om er iets moois van te maken. En dat is zeker gelukt. Namens het bestuur en alle vrijwilligers van het Vincentiushuis wil ik jullie van harte welkom heten op deze voor ons zo speciale dag. In het bijzonder wil ik de heer Jan Papen en zijn vrouw Agnes welkom heten. Zijn droom, het verwezenlijken van een nieuw gebouw, is werkelijkheid geworden. Kump wel goed, zijn ze iedere keer als de vrouwen van de andere kanten kwamen kieken. En wie dachten, ja, maar het kwam goed. Tot 2 keer toe waren we genoodzaakt om de opening af te gelasten door onze gezamenlijke vijand, de corona. Maar vandaag gaat het echt gebeuren. Ons Vincentiushuis wordt officieel geopend. Onze Vincentiusvereniging die bestaat al sinds 1853. Een tijd lang was er hoop dat de welvaart van ons land, de sociale wetten en de zorgzekerheid onze Vincentius overbodig zouden maken. Maar het is wel duidelijk dat de overheid niet alles kan oplossen en dat de mensen zelf in eigen omgeving een steentje moeten bijdragen. In het helpen van de mensen die het niet zo breed hebben of die moeite hebben mee te doen in de maatschappij, de participatiesamenleving. En daar komt Vincentiusvereniging Groenlo in beeld, die als doelstelling heeft
het verzachten van armoede en eenzaamheid in de samenleving en onder het motto ieder mens telt. Rond 1980 besloot Vincentiusvereniging Groenlo naast individuele hulp met geld en goederen een eigen opslag te starten, zodat steeds wat goederen op voorraad waren. En dat groeide uit tot een kringloopwinkel. Dames en heren, goedemiddag. Wat fijn om in dit grote gezelschap te zijn. En dank voorzitter van Vincentius Gerard voor deze inleiding. En je zou bijna zeggen aan de woorden die nu gesproken zijn, hoeft weinig te worden toegevoegd, omdat in die inleiding helemaal tot uiting komt wat Sint Vincentius betekent voor de gemeente Oostgelre, een stukje van Berkeland wellicht ook, en onze inwoners. En hoe die verbondenheid van deze vereniging met de ondernemers, met de gemeente, met de vrijwilligers tot stand is gekomen. Veel respect voor uw woorden en natuurlijk nog veel meer respect voor alles wat daarachter schuil gaat. U gaf het al aan, 169 jaar sinds Vincentiusvereniging. Nog eeuwig jong zou je ook kunnen zeggen. Hè? Je kunt het ook van twee kanten benaderen. Dat het bijna van alle tijden lijkt dat de overheid alleen niet in staat is, of onze inwoners, anders gezegd, niet in staat zijn, inwoners die het moeilijk hebben om op een goede manier aan de samenleving deel te nemen. Wat fijn is het dan dat er een vereniging als Sint Vincentius is die oppakt wat er nodig is om iedereen te laten meedoen. U krijgt van mij geen litanie van alle heiligen. Maar misschien heeft u wel afgelopen zondag de heiligverklaring gevolgd van onder andere pater Titus Brandsma, door paus Franciscus uitgesproken in Rome. Of misschien heeft u erover gelezen. Mensen die als zalig of heilig verklaard worden door de Rooms-Katholieke Kerk, die gelden als inspirerende voorbeelden van diepgelovig en deugdzaam christelijk leven. Het leven en de inzet van de heilige Titus Brandsma kwamen voort uit zijn overtuiging dat hij God ontdekte in iedere mens en dat dus ieder mens telt, ongeacht traditie, kerkelijke achtergrond of geen kerkelijke achtergrond, cultuur of afkomst. En die uitdrukking, we hebben hem al vanmiddag gehoord, ieder mens telt, is ook de centrale drijfveer voor Vincentius. Ontstaan en voortgekomen uit het leven en de inzet van degene aan wie zij haar naam ontleent, de heilige Vincentius Apollo. De vereniging zet zich in voor de minder bedeelden in de samenleving. Er is een grote groep vrijwilligers die hiervoor op verschillende manieren werkzaam zijn. Voor een belangrijk deel wordt het werk van de vereniging gefinancierd door de verkoop van gebruikte kleding en andere goederen uit de winkel. Deze worden geschonken door inwoners van de gemeente Oostgelre en omgeving. Behalve deze kringloopwinkel biedt men in dit pand onderdak aan de Stadskamer, de Formulierenbrigade, Schuldhulp op Maat en ook wij als ZSOM Omroep Groenlo zijn met onze studio daar gevestigd. De portretexpositie Good Looking in Ruurlo is een vervolg op de succesvolle expositie omtrent Mathilde Willink uit 2019. Het dorp hoopt zich hiermee nog beter te kunnen profileren als kunstdorp. De portretten voor deze tentoonstelling komen van de Nederlandse Portretprijs. Hiervoor waren ruim 1200 deelnemers. Door de jury werden er 50 portretten genomineerd. Deze hingen in Slot Zeist en zijn nu naar Ruurlo overgeplaatst. Daarnaast doet er nog een aantal van de editie 2019 mee. De Nederlandse Portretprijs heeft een vakkundige jury onder leiding van Rudy Eckhart. Deelnemers aan de expositie komen vanuit het hele land, zowel amateurs als professionals. Vanuit de regio doen vader en zoon Dielemans uit Ruurlo mee en Jeannette Dorsthorst uit Haarlo.
De tentoonstelling loopt tot en met 25 juni aan de Smidse 1 en in de Dorpskerk op het Kerkplein in Ruurlo. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Het Achterhoekse Openluchtmuseum. Dit is de nieuwe naam van wat in de regio vooral bekend staat als Erfekots in Lievelde. Exploitant van het Achterhoeks Openluchtmuseum is de Bernhard Wenings Stichting. Deze stichting wil het museum toekomstbestendig maken en weer terugkomen op de oude bezoekersaantallen van de jaren 70 en 80. Om dat te bereiken werd een bureau uit Amsterdam ingeschakeld en gezamenlijk een plan opgesteld. Ik sta hier bij Wander Wenink, bestuursvoorzitter of bestuurslid van de Bernhard Wenink Stichting in Lievelde. Waar we hier staan heette in mijn ogen vroeger Erfekots, maar ik begrijp dat er een naamsverandering heeft plaatsgevonden. Dat klopt. Het Achterhoeks Openluchtmuseum, dat is de nieuwe naam voor Erfekots, voor museum Erfekots. Met als ondertitel beleef, nou, ervaar het Achterhoekse boerenleven op Erfekots. Dus we nemen niet helemaal afscheid van de naam. Wat is de reden geweest voor deze naamsverandering? De verwevenheid met de naastgelegen herberg. De gasten, maar ook de relaties van het museum, die konden het onderscheid niet goed zien tussen het museum en de herberg. En dat werkte soms erg lastig, maar door de naamsverandering proberen we daar goed onderscheid in aan te brengen. Heeft het aantal bezoekers daar ook nog iets mee te maken? Niet met die naamswijziging, maar alle plannen die we hebben gemaakt, die zijn wel opgericht om meer bezoekers te krijgen. Wat waren de bezoekersaantallen de afgelopen jaren? Afgelopen jaren, die schommelden zo rond de 10.000. Gek genoeg bij corona gingen de bezoekersaantallen juist omhoog, dus in de buitenlucht, dus dat is prima. Maar voor een gezonde exploitatie hebben we meer bezoekers nodig. En we streven ernaar 20, ja, misschien wel 30.000 bezoekers per jaar te krijgen. En dan doel je eigenlijk meer op de vakantiegangers die hier in de Achterhoek verblijven? Of ook proberen wat landelijke bekendheid te krijgen? Voor zover er die al is, willen we daar gebruik van maken. De vakantiegangers is een zeker belangrijke doelgroep. De mensen uit de regio is een belangrijke doelgroep. Erfekots was altijd een beetje een rare naam. Dus landelijk bekend, dat lukt eigenlijk nog steeds wel. Eigenlijk iedereen is hier gewoon welkom. Oké. Hebben er nog veranderingen plaatsgevonden binnen het museum? De grootste verandering is eigenlijk bij ontvangst. Mensen krijgen nu een audiotour mee. Dat is nieuw. Audiotour in 3 talen. In het Nederlands, Duits en ook in het Achterhoekse dialect. Die laatste is ingesproken door Hans Keuper samen met Willem de Molder. Als de mensen dan binnenkomen, dan gaan ze eerst in het nieuwe expositiegebouw. Het gebouw wat er al stond. Is een nieuwe expositie. Dat gaat over de historie van Erfekots. Hoe het is opgericht, de ontstaansgeschiedenis. Daar was de naam ook verklaard. En dan is er een mindset show. Of een ander zegt een objecttheater. Een multimediale show waarin de geschiedenis van het museum en de introductie tot de Achterhoek wordt gegeven. En vervolgens kunnen de gasten rondwandelen met een audiotour over het museumterrein. Is het via een vaste route of kunnen ze gewoon willekeurig lopen en hun audioapparatuur daar gebruiken? De audiotour geeft een richting aan, maar mensen zijn vrij om overal te lopen. Dus dit is niet een verplichte route. En wat ook nieuw is, dat aan het eind van het museum, is een zagenpad. Dus een bospad, daar worden verschillende zagens verteld. En wordt er ook aan de kinderen gedacht? En is er aan de kinderen gedacht? De audiotour is wat gewaardeerd door kinderen, hebben we gemerkt. En we hebben natuurlijk ook nieuwe speelplekken op het museumterrein gemaakt. En er zijn plannen om een educatieve kinderroute te ontwikkelen. Maar zover zijn we nog niet, maar die komen er wel aan. Wat doe je nog meer om meer publiek te trekken? Dit was best wel een grote inspanning. Maar voor de rest, één keer in zoveel tijd houden we nog steeds ambachtdagen. Dat meer mensen kunnen zien wat er speelt. We hebben pas geleden open zondag gehad. Dat is ook nieuw voor ons. Dat is ook de eerste keer. Met prachtig weer. En er komen nog nieuwe tentoonstellingen aan.
maar die zit nog in de planning. En dat zijn thema-tentoonstellingen? Ja, dus één tentoonstelling, dat gaat over feesten, feesten op de boerderij. En een andere tentoonstelling is het werken van de boer het hele jaar door. Ik hoorde u net roepen, de ambachtdagen, wanneer zijn deze? Die heb ik niet in mijn hoofd zitten. Er zijn 3 woensdagen dit jaar. Die geef ik, na afloop kan ik die geven. Ja, in de zomermaanden zijn in de zomermaanden, dus, ja. In de vakantieperiode klopt. Eigenlijk. Ja. In de winterperiode gebeurt er dan ook nog wat bijzonders? Of kunnen mensen hier dan ook terecht? Mensen kunnen zeker terecht. Maar er, misschien, het is nog niet zeker. Misschien dat we net als van ouds met winterfeer hebben. Dat is nog niet in de planning. We hebben sinds een maand een nieuwe medewerker die de PR verzorgt. We gaan nu dus plannen maken om de komende periode invulling te geven met activiteiten. Met deze vernieuwing is de Achterhoek zeker weer een trekpleister van formaat rijker. Het museum is van dinsdag tot en met zondag geopend van 10 tot 5 uur. Beste kijkers, dit was het regiojournaal van deze week. Wij hopen dat u ervan genoten heeft. Tot de volgende keer.